Hey, hallo allemaal. Zo, ik zet een beetje zo neer. We gaan vandaag weer beginnen. We gaan vandaag weer lekker tekenen. En vandaag doen we een hele leuke. We doen een zebra. Ja, zebra is gewoon leuk om te tekenen. Echt een leuk dier, hè? Ja, zebra. Let op. Pak je pen en papier. We gaan beginnen. Bij een zebra beginnen we nu met zijn kop. En zijn kop, die beginnen we met twee rondjes. Let op, je begint met een klein rondje en daarna, daarboven, schuin boven, zit je in een groter rondje. Let op, kijk. We beginnen met. Rondje 1. En dan zit je schuin boven, zet je. Een iets groter rondje. Dus ik denk, ja, moet dat worden? Maar let op. Dan ga je van dit rondje naar dit rondje, ga je bovenaan met een rechte streep. Maak je ze aan elkaar. Kijk. En hier doe je het met een krom lijntje. Kijk, dat is de kop. Zit hier zijn oogje in. Zo. En dit is zijn neus. Zie je wel? Nou, als je dit nou als begin in potlood doet, dan kun je deze lijntjes voor het mooi in de binnenkant kun je weggummen en dan heb je gewoon één kop. Ja, hè? Maar misschien een beetje oefenen. Maar zo maak je dus de kop van een zebra of van een paard. Of van weet ik veel wat, hè. Dus let op. Hier zetten we zijn oren op. Jo. Huppatee. En nog een oor erbij. Zo. Oh. Zo. Dat is zijn kop. Leuk, hè? Nou, dan beginnen we. Gaan we verder met zijn nek. En zijn nek, dat zijn twee schuine streepjes. Die als het ware helemaal een driehoek vormen. Oh, kijk, let op. Gaan naar beneden. Hop. En die. Zo, zijn nek. We zorgen dat ze hier een beetje gelijk uitkomen. Zie je het? En zijn lijf doen we gewoon met een rechthoek. Zo, beetje verschuinde zijde. Wat jij wil. Dat is zijn lijf. Zie je het? Kop, nek en zijn lijf. Nou, nu alleen nog zijn poten. Zijn poten begin je gewoon met een driehoek, of wat langere driehoek. Kijk, let op, voorpoot. Dus één. En hier ook één. Voor zijn achterpoot. Zo. Nog een beetje kort natuurlijk. Dan zet ik je eronder gewoon, dat is de rest van zijn poot. En streep. Zo. Hey. Dan gaan we zijn poten wat eenvoudiger deze keer. Want je kan het heel moeilijk maken, maar gewoon een driehoek en dan een streepje eronder. En je hebt een poot. Hartstikke makkelijk. Nou, wat moeten we nu nog doen? Een staart. Laten we een leuke staart aan maken. Let op, staart. Doe gewoon zo. Streepje. Streepje. En doe hier zo. Hop, leuke krul erin zo. Hop. En nog wat langer, ook met een krul. Huppatee, wat jij wil. Dat is de staart. Nou, heeft hij nog een beetje manen? Doen we gewoon zo. Maken we ook een beetje gezellig, vind je niet? Zo, hup, hup. Huppatee. Nou, kijk. Nou is dat wel een hele witte zebra. En de zebra heeft natuurlijk van die leuke zwarte strepen. Nou, hoe doen we dat? Doen we heel eenvoudig. Gaan we niet zitten strepen. Doen we ook leuk. Doen we met een driehoek. Kijk, gewoon een driehoek zo. Hier eentje. En hier eentje. Hier eentje. Zo. En heeft hij natuurlijk over heel zijn lijf zo. Heeft hij allemaal strepen. En dat doen wij gewoon zo met een met driehoeken. Hartstikke simpel. Zo, hier zo, van voren zo, naar beneden. Hier. En hier. En over zijn poot heen. En nog eentje die kant op natuurlijk. Een beetje afwisseling. Ja, hier ook. Op zijn lijf zo. Doen we gewoon een hele lange zo. En dan tegenover ook een hele lange. Zo. En dan hier zo. En hier. En zo ga je gewoon heel die zebra ga je zo volzetten met strepen. Of driehoeken. Zo. Over zijn bil heen. Die gaan volgens mij zo over zijn bil. Zo. Hier zo eentje zo. Hier. Zo. Zijn poten langs. Zo. En die strepen, die maken we zwart. Want die zijn natuurlijk zwart. Kleur gewoon in. Zo, even twee. Ga ik ook even doen. Gewoon even inkleuren. Zo, die. En die. En die. En die. Zet je ook strepen op zijn oren? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Heeft de zebra strepen op zijn oren? Nou, zoek dat maar op internet. Kom maar goed. Zo, die. Zo, ik doe het even snel hoor. Ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Zie je dit? Zo, die. Wat makkelijk is een grote stift, hè? Dan kun je natuurlijk gewoon. En weet je wat nou het leuke is? Je kan natuurlijk, als je hem zo getekend hebt, en dan kun je natuurlijk ook die strepen, die kun je bijvoorbeeld roze maken.
Dat je een wit met roze zebra hebt. Een beetje fantasie zebra kun je ervan maken. Je kunt hem alle kleuren van de... Nou zeg hallo. Alle kleuren van de regenboog kun je hem geven. Hè? Een zebra met die bijvoorbeeld allemaal groene strepen heeft. Of een zebra die blauwe strepen heeft. En dan kun je zijn lijf kun je nog een andere kleur geven. Dan kun je de leukste dingen maken. Gewoon dat is uitgangspunt, het begin. Dat je gewoon zegt, ik heb je laten zien hoe je een zebra tekent. En kun je, daarna kun je allerlei kleuren geven. En dan kun je ook allerlei andere vormen maken. Want ik heb nu heb ik driehoeken gebruikt. Maar je kan ook rondjes, stippeltjes. Je kan voor alles verzinnen natuurlijk. Hè? Nou, we gaan eens deze even afmaken zo. Kijk. Kijk of die een beetje op een zebra gaat lijken. Gaat die lijken? Ja, ik vind van wel hoor. Zo. Die ik zit eigenlijk een beetje haast te maken. Zie je dat toch gewoon? Anders duurt het filmpje zo lang. Zo. Maar ik wil toch even het eindresultaat zien. Nou, ik vind hem top. Een zebra. Nou, zo teken je dus een zebra. Nou, morgen weer een andere. Even verzinnen wat dat gaat worden. Maar die wordt ook vast helemaal top. Nou, doei. Tot morgen.